Ja, goeiedag drafsportliefhebbers. Goeiedag huidige eigenaren van Stal de Gele Canaries. En hopelijk ook toekomstige eigenaren van Stal de Gele Canaries. Ja, de stal loopt op dit moment als een sneltrein. We hebben al geloof ik meer dan 105 mede-eigenaren. Hoewel we nog geen één paard hebben lopen. We gaan pas op 3 april beginnen in Alkmaar. En ja, het is natuurlijk een geweldig initiatief. Als je bedenkt dat je voor 100 euro in de maand 20 dravers... dat je mede-eigenaar wordt, die ook nog eens bij 13 verschillende trainers door het hele land staan. Het is echt de stal van iedereen en voor de Nederlandse drafsport. Nu is het zo dat John Bootsman en Peter Delis, die hebben de afgelopen weken allebei een paard beschikking gesteld aan deze stal. John heeft dat gedaan met Lexia Boko, een paard wat afgelopen jaren al vaak gewonnen heeft. En Peter Delis heeft dat gedaan met Kiss and Ride. Ook een geweldig paard wat de afgelopen jaren op meerdere koersbanen gewonnen heeft. Dus ja, ik wil eigenlijk niet achterblijven. En de komende 2 seizoenen zal ik ook een paard ter beschikking stellen aan Stal de Gele Canaries. Ik doe dat net als John en Peter. Dat het paard gaat over 2 jaar, dus in 2024, weer terug naar mij. Het is een Merry, dus die wil ik dan ook laten dekken. Ik heb al een dekhengst op het oog, dat is Rebuff. Voor de mensen die denken van ja, wie is Rebuff? Je moet je voorstellen, er is een Zweedse jonge piqueur. Die is een aantal jaren op stal geweest in Nederland. Die gaat naar Amerika, begint daar een stalletje, koopt een paard. Vindt een paar enthousiastelingen, waaronder iemand uit Nederland, dat was Peter Delis. En dat paard wint meteen de grootste koers van het jaar voor 2-jarigen in Amerika. De Breeders' Crown. Het paard is gefokt door Muscle Hill. Dus dat zal natuurlijk een fantastische bloedlijning kunnen zijn. Om welk paard gaat het nu? Het is een paard wat op dit moment 3 jaar oud is. Heeft vorig jaar als 2-jarige 3 of 4 keer gelopen. Heeft een klassieke koers gewonnen, namelijk de Jofferprijs. Het is een paard met heel veel potentie. Een paard wat toch wel dit jaar klassieke aspiraties heeft. We gokken op de TCT Derby, de Sweepstakes Berries en op de Derby in Nederland. En we gaan even kijken in het filmpje. Spoor gaat nu Megan Flevo. Welk paard het nou precies is. Miss Effect leidt nog altijd. Miss Effect aan de buitenkant. Maverick, daar komt aan de buitenkant de eindsprint van Megan Flevo. Miss Effect aan de binnenkant blijft meesprinten. Miss Effect, Megan Flevo aan de buitenkant. Megan Flevo heeft overgenomen. Megan Flevo, 15-5, de laatste 500 meter. Daar is ook de ruimte voor met de Invicta. Dat wordt dan een hele mooie tweede plaats. Derde wordt Maverick. Ja, Megan Flevo. Geweldige fokte Mary uit... Superdekhengst Muscle Mass uit de moeder Constantia River. Een merrie die bijna alle koersen in Nederland gewonnen heeft. Megan blijft staan in training bij Bas Krebas en zal in alle koersen gereden worden door Tom Kooijman. Dus ja, ik hoop een heel leuk paard voor de Gele Canaries. En er is niks mooiers als dromen en de illusie hebben over het behalen van klassieke winsten in klassieke koersen. Dus het zou prachtig zijn als wij straks tijdens de grote koersen met dit paard, met alle Gele Canaries, aanwezig kunnen zijn. En stiekem hopen we natuurlijk ook een beetje op een koers in Frankrijk. Het paard is trouwens ook in mede-eigendom van Jean-Philippe Pazier. En we hebben al geregeld dat als zij een keer in Frankrijk gaat koersen, dan gaat zijn neef Jean-Michel Pazier Megan rijden. Dus Megan, toi toi toi.